gaat om, hoe ben jij geïnspireerd geraakt door de pruim? Nou, eigenlijk ben ik in het begin vooral heel erg gaan nadenken van ja, wat wil ik nou met dit thema? Cynthia had pruimentijd bedacht en ze had daar een hele mooie zin bij met een luchtige sensuele kijk op de pruim. Dat ik dacht, oké, dat inspireert wel. Dus zo ben ik eigenlijk verder gaan zoeken naar wat is dan leuk om te doen. Nou, gezien ik eigenlijk niet zo heel veel kon, ik heb long covid, waardoor ik eigenlijk heel veel thuis zit, kon ik niet echt de dingen doen die ik eigenlijk zou willen doen. Ik maak namelijk heel veel video's en foto's. Ik moest het allemaal wat kleiner en behapbaarder gaan maken. Toen moest ik van de revalidatie een zithobby gaan doen. En daardoor ben ik eigenlijk gaan haken. Ik had nog nooit in mijn leven gehaakt. En zo dacht ik, nou, dan ga ik maar beginnen met iets heel makkelijks. Dus ik heb eerst van die vierkantjes gehaakt. Dat vond ik ontzettend saai. En toen dacht ik, nou ja, pruimentijd, nou, dan ga ik vulva's haken. En zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. En van de vulva dacht ik, nou ja, daar hoort eigenlijk een vrouw bij. En daar is Dolly eigenlijk door ontstaan, een levensgrote pop. En zo ben ik eigenlijk steeds verder gegaan. Nou, en ik denk ook dat dat wel de reden is waarom wij vooral deze expositie wilden doen. Omdat wij ook wel vinden dat de maatschappij in Nederland wel heel erg verpreutst. En dat we er eigenlijk bijna niet meer over praten. En ik denk juist het praten erover en het doorbreken en het grappig te maken, maar ook het serieus te nemen, dat we daardoor meer het gesprek op gang gaan krijgen, waardoor er, nou ja, misschien ook weer meer toegelaten gaat worden. Elk werk heeft ook wel een dubbele laag. Staat die schemerlamp dan bij jou in de kamer? Nou, als de expositie afgelopen is, ja, ik moet hem ergens kwijt, hè? Dus hij komt bij mij in de kamer te staan. Maar als er iemand is die hem wil kopen, je bent welkom. Cynthia, we zitten bij een kunstwerk van jou, waarin ook pruimentijd uitgebeeld is. Maar daar zit een laag onder. Wat is dat? Deze installatie, pruimentijd, heb ik gemaakt ook uit een stukje autobiografisch ervaring. De titel is Een slecht pruimenjaar. En het is naar aanleiding van het verlies van mijn eigen kinderen. Dat waren dan voldragen kinderen, een tweeling. Maar dit is eigenlijk een slecht pruimenjaar. Is eigenlijk een installatie voor alle vrouwen waarbij het allemaal niet vanzelfsprekend is om kinderen te krijgen. Dat is überhaupt eigenlijk niet. Vaak denken dat wel. Maar het gaat ook over kinderloosheid. Ik heb hier pruimenpitten in zitten. Dat is eigenlijk, ja, niet alle pitten komen tot bloei wat je graag zou willen. Hier zitten ook medische dingetjes in. Cynthia, ik zie daar een hele rauwe pruim aan de muur waar je handen aan kunt wassen, maar ik voel de zachtheid. Wat symboliseert dat voor jou? Dit is eigenlijk de pruim. Hij is zacht. Het is ook de kwetsbaarheid van de vrouw. Maar het gaat ook over dat het niet altijd vanzelfsprekend is dat je dat de kinderen, dat de pruim ook vruchtbaar is om kinderen te krijgen. Dus deze installatie gaat over, ook over ongewenste kinderloosheid. Dus de pitten, de installatie heet dan ook een slecht pruimenjaar, dat het soms ook altijd niet wil. Soms wil het wel, maar krijg je geen voldragen kinderen. Dus eigenlijk ook meer het wasbakje, de vroeggeboortes, de narigheid. En eigenlijk is het is gewoon heel zacht. Het is van siliconen en binnenin zit foam. Het is heel mooi, een pruim, maar ja, kwetsbaar. Het is zoet, maar bitterzoet. Heel veel werk gaat van mij daarover. Dus de bitterzoete pruim. Er zitten twee kanten aan. Het is mooi met een rauw randje. Ja, het is heel kwetsbaar ook. Dus het is mooi, maar ook heel rauw en verdrietig kan het zijn. Ja, dat wil ik een beetje uitbeelden met deze installatie. Rietje, hoe ben jij geïnspireerd door de pruim? Nou, ik ben niet zo per se door de pruim geïnspireerd, maar voor deze expositie natuurlijk wel. Maar het gaat me, ja, ik ben vooral in het menselijk lichaam geïnteresseerd. En dat is eigenlijk ontstaan door een soort niet ernaar mogen kijken, wat ik van vroeger van huis uit meegekregen heb. Schaamte. Ja, schaamte. Je hoort je te schamen voor je lichaam.
En je gaat zeker niet kijken naar het lichaam van een ander. Dat is helemaal... En zeker ook niet naar deze dingen in een lichaam. Dat is natuurlijk heel erg verboden. Hoe ben jij te werk gegaan? Dit zijn collages die heb ik gemaakt van foto's die nieuw zijn, maar ook oud materiaal wat ik gebruikt heb om daar weer... Ja, die had ik in een doos zitten en omdat ik het mooie afbeeldingen vond, maar ik wist niet wat ik ermee doen moest. En die heb ik weer tevoorschijn gehaald en toen heb ik voor deze expositie die collages gemaakt. Gietje, ik zie ook best heel pikante foto's, bijvoorbeeld het boekje wat je gemaakt hebt. Daar zie je iemand met haar benen wijd, zeg maar, op een hekje. Oh, dus deze? Dat is die foto. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dit heb ik gewoon gemaakt. Dit was eigenlijk een opdracht. Ik ben samen met een yoga-docent in een tuin foto's gaan maken. En zij wilde foto's hebben voor haar website. En ik mocht de dingen die we tussendoor deden ook voor mezelf gebruiken. Dus zo... Ja, dit ontstaat gewoon spelenderwijs. Ik heb niet van tevoren bedacht, ze gaat met die benen op een hekje of... Nee. Dan is het gewoon van, hebben we een raar beeld? En wat valt het licht er goed op? Zo dus, ik ben eigenlijk heel erg... Met het object? Aan het kijken. En later komt pas de invulling, want dan heb ik zo'n foto, maar wat doe ik er dan mee? En het is weer een duidelijk thema, onderdeel van de mens. Ja. Waar jij zo mee bezig bent. Ja. Thank you.